Wat een heerlijke dag vandaag. Ja, maar toch mooi nieuws, want hier is de Citroën E, of ja, E dubbele punt, umlaut trema, de U C4, de elektrische versie van de C4. En aangezien we de E2008 van Peugeot op duurteststal hebben staan, is dat natuurlijk een vergelijking die je wel moet maken. Ik zou mezelf geen Citroën willen noemen, maar je mag best weten dat op de top 100 van mijn meest geliefde auto's het merk Citroën het vaakst voorkomt. Dat ligt aan modellen als een CX, een GS, een Mehari, dat soort auto's. Dat waren zulke mooie, eigenzinnige auto's, Citroëns. Ik zeg waren, want de laatste decennia werd dat minder en minder en minder. Je had nog een prachtige BX, ik vond de Santia niet onaardig, maar ja, de C5, laten we eerlijk zijn, een degelijke auto, maar dat had natuurlijk smaak nog kraak aan. Met deze C4... begint dat weer echt terug te komen, want deze auto is absoluut eigenzinnig om te zien. Er zitten hele mooie knipogen in naar die oude Citroëns. Kijk aan die zijruitjes achteraan hier, een beetje CX, een beetje GS. Kijk ook, dat is weer grappig, die in tweeën gedeeld, die spoiler die achteruit in tweeën deelt. Dat doet weer denken aan de eerste C4, de driedeursversie daarvan. En voor de rest aan de voorkant, al heel typisch natuurlijk, is die neus met die chroomstrips die bij elkaar komen in een Citroën logo. En die dubbele koplampconstructie, die lichtconstructie met die LED-verlichting, ziet er prachtig uit. Bovendien, het is een crossover met een coupé dak. En dat is misschien niet nieuw, dat is eerder gedaan, maar het is wel bijzonder. Ik heb er al vaker gememoreerd, maar ik denk in 2005 was dat. Sang-Jung kwam met de Action en iedereen lag te rollenbollen van het lachen over die auto. Een jaar later kwam BMW met de X6 en iedereen riep oh en ah. En ach, zo gaat het met die dingen. Op deze auto staat het gewoon heel erg leuk. Het interieur is vergeleken met de buitenkant wat minder extravagant. Het is zeker niet saai hoor, het ziet er leuk uit, maar het heeft niet het extravagante van de buitenkant. Gewoon een keurig displaytje als klokken hier voor mijn neus. Niet dat mooie driedimensionale dat die Peugeot heeft, maar keurig allemaal. Een mooi, lekker breed scherm hier voor het infotainment. Een paar fysieke knoppen zelfs, daar ben ik altijd heel erg blij mee. Hier om voor en achteruit te gaan heb je zelfs een knop die aluminium met een structuur lijkt een beetje op DS, op het duurdere merk van Citroën. En voor de rest is het gewoon erg lekker ruim. Dat valt op in deze auto, want die staat op dezelfde platform als die Peugeot 2008. Maar hij heeft een langere wielbasis en daardoor heb je achter met name veel meer beenruimte. En zelfs de hoofdruimte is niet eens zo heel slecht voor zo'n aflopende daklijn. Kofferruimte bovendien is ook heel behoorlijk, wat groter ook dan de Peugeot. En voor de rest is het een heel praktisch en prettig interieur. Leuke details zitten erin, zoals hier deze blauwe strips, waardoor je dan weer ziet. Die zitten ook in de neus en dan zie je weer dat dit een elektrische auto is. Dat je niet met de gewone C4 onderweg bent, als je het niet al zou voelen natuurlijk. En daarover gesproken, ja, de aandrijflijn. Beide auto's hebben dezelfde aandrijflijn, dat wil zeggen een 100 kW elektromotor, dat is 136 pk en 260 Nm. Een accupakket van 50 kWh, dat is niet vreselijk veel en dat merk je aan deze auto ook wel. Dit zal zeker niet de geschiedenis ingaan als de auto met de beste actieradius. Nou, is natuurlijk, op dit moment zijn de weersomstandigheden verschrikkelijk daarvoor. Vandaag is de dooi ingevallen, dus nu valt het nog mee. Nou, voor de complotdenkers onder jullie die ontdekt hebben dat onze video's niet live zijn, dat klopt. We zitten op de eerste dag na die koude golf van januari. Dat betekent dat ik deze auto de hele week heb gereden met temperaturen rond de min 4, min 5 graden. En dan vliegt je actieradius echt achteruit. Dat is verschrikkelijk gewoon. Vorige week met de fotografie, ik heb de hele dag range anxiety gehad. En dat heb ik niet gauw. Ik bedoel, ik zeg altijd maar, weet je, ik word wel zenuwachtig als ik met 10 minuten zuurstof rasterend aan de achterkant van de maan zweef. Maar toch, het was best spannend. Elke keer weer bijna leeg. Theoretisch kan deze auto ruim 300 kilometer rijden met een volle accu. Ik heb hem vanmorgen van de laadpaal gehaald. Toen was hij vol thuis. Toen had ik 306 kilometer actieradius over, zei hij. Ik heb er intussen 20 kilometer op zitten van huis uit gezien. Ik heb nu nog 230 over. Dat wil zeggen dat hij er ruim 70 kilometer af heeft gereden in 20 kilometer tijd. Ja. Ja, veel laadpalen bezoeken dus. En dat gaat op zich prima. Hij kan 11 kilowatt laden met 3 fasen. Hij kan aan de snellader 100 kilowatt laden. Dat gaat redelijk rap allemaal. Dat heb je dus ook nodig ook.
Ja, wat je natuurlijk wil weten, hoe rijdt dit? Want het is een Citroën. En ja, het is altijd heerlijk Frans. Het is natuurlijk geen CX of een DS, maar hij heeft wel dat lekkere, zachte Franse comfort. Hij is bovendien buitengewoon stil, dus heerlijk stil aan boord. Natuurlijk, het is een elektromotor, maar ook bandengeruis, windgeruis hoor je amper. Het is echt een hele fijne, comfortabele auto om in te rijden. Hij is met zijn 136 pk natuurlijk niet reten snel. Het is geen elektrische auto zoals je die vaak ziet, waarmee je benzineauto's het snot voor de ogen rijdt. Maar het is wel lekker krachtig genoeg. Het is een motor die ruim opgewassen is tegen het gewicht van de auto. Hij heeft ook een lekkere wegligging. Hij is erg licht, maar tegelijkertijd mooi direct en strak. Het is een fijne auto om te rijden. Je kunt hem rijden in Eco, Normal en Dynamic. En als je hem in Normal rijdt, zoals ik nu doe, Eco trouwens ook, maakt niet uit. Maar met de B-stand versterk ik het regeneratief remmen. En op zich, het grappige, dat werkt prima hoor. Als je dat doet en je bent er een beetje aan de auto gewend, dan kun je heel aardig one pedal drive doen. Niet helemaal, daar remt hij niet goed genoeg, niet sterk genoeg voor, maar het kan wel, meestal. Het grappige alleen is dat elke keer als je wegrijdt, moet je die B opnieuw indrukken. Wat mij betreft zou ik zeggen, regeneratief is gewoon de basis, en als je dat niet wilt doen, moet je het B uitzetten. Maar goed, dat komt misschien een toekomstige model. Misschien moeten mensen nog een beetje wennen aan elektrisch rijden. Ja, leuk ook dat hij een soort spagaat vormt tussen twee tijdperken. Want hier zit nog een gewone USB-aansluiting. Achter zit er ook een gewone USB-aansluiting. En hier heb ik dan een USB-C-aansluiting. Dat is handig, want ja, je zult net een verkeerde kabeltje bij je hebben. Dat kan dus niet bij deze auto. Die Citroën C4 die zit op het CMP-platform, het nieuwe compacte modulaire platform van Stellantis, moet ik dus zeggen. Dus ja, die vind je ook in auto's van Opel, van Peugeot en binnenkort ook een Fiat waarschijnlijk. En dus ook in deze E2008 van Peugeot, onze duurtester die je al die vaker voorbij hebt zien komen. De auto die we sinds eind van deze zomer alweer rijden. En heel veel wat ik over die auto zeg, over die auto Citroën, zei geldt dus ook voor deze auto. Heb ik het ook over die actieradius. In dit geval, deze auto reed vanmorgen weg uit Amsterdam, is nu 50 kilometer verder. En er is bijna 100 kilometer van de actieradius. Van de 276 kilometer die hij met zijn volle accu vanmorgen aangaf, is 176 over. Precies 100 eraf in 50 kilometer tijd. Dus ook hiervoor geldt dat temperaturen, echt lage temperaturen, killing zijn voor de accu en voor het verbruik van de motor. Het is grappig dat die twee auto's op dezelfde platform staan, want je ziet wel duidelijk verschil. Die Citroën, dat is een auto die sowieso een rare missie heeft, want hij moet zowel de C4, de oude C4, die al 2 jaar geleden van de prijslijst afdeed vervangen, maar ook uiteindelijk de C3 Cactus, een auto die op zich al een beetje tussen B en C segment inbungelde. Dus ook die C4 die bungelt daar een beetje tussenin, terwijl deze Peugeot is echt een B-segment auto, een ophoogde B-segment auto, een ophoogde 208 zo je wilt. En dat betekent ook dat hij met zijn wat kortere wielbasis wat compacter is in zijn totaliteit. Van buiten, hij is wat korter, wat smaller en een tikje hoger dan die Citroën. Maar van binnen is het ook wel een stukje compacter. Achterin zit ik echt wel net aan met mijn net geen 1,90 meter. Dat houdt het echt niet over qua binnenruimte. De kofferruimte is ook met 350 liter, is hij 30 liter minder dan die Citroën. Ondanks de hoekige vormen. En dat betekent in zijn totaliteit dat het wel echt wel een compactere auto is. Een wat kleinere auto, wat minder volwassen zo je wilt, dan die Citroën. Daar staat tegenover dat hier het interieur veel mooier is. En ja, ik heb het vaker gezegd, ik hou van die Peugeot interieurs. Alleen al dat die klokken voor mijn neus, dat 3D effect, het is zo, sorry voor het woord premium, nee, het is echt hartstikke mooi. Ook een mooi breed scherm, dat is natuurlijk grote delen hetzelfde, maar hier wat fysieke knoppen ook weer. Van die tuimelschakelaars. Het is het mooie, die pook, dat is kunst, joh. Ik vind het een prachtige auto van binnen. Ik vind die Citroën zeker niet lelijk, maar deze is qua luxe beleving net wat meer weer. Ondanks het feit dat deze geen leren bekleding heeft, de Citroën wel bijvoorbeeld. En ja, wat rijden betreft lopen ze elkaar ook maar heel weinig mis. Want ook deze auto is, ik heb het gevoel dat ik iets meer afrolgeluiden hoor van de band. Maar dat kan aan het bandentype liggen, hoor. Het is nee, het is ook een lekker stille auto. Hij voelt, mijn gevoel is hij net iets strakker afgeveerd dan die Citroën dat is. Maar ook dat is minimaal. Hij voelt iets sportiever, iets dynamischer aan dan die Citroën. Wat minder op comfort, maar zeker ook een heel comfortabele auto met gewoon een prettig rijgedrag, een fijne zitpositie. Het grappige is dat deze motor wat meer lijkt afgesteld op dynamiek en snelheid. Hij is ook aanzienlijk sneller van 0 naar 100 bijvoorbeeld dan die Citroën. Ondanks dat het dezelfde motor is. Oké, deze auto is iets lichter. Hij is kleine 100 kilo lichter gebouwd dan die Citroën. Wat ook mede zal zijn vanwege de compactere afmetingen.
Ja, en ook hier USB klassiek en USB-C. Dus alle kabeltjes kunnen erin. Ja, het zal je niet verbazen dat deze twee auto's heel dicht bij elkaar liggen. Ze zijn tenslotte onderhoud dezelfde auto. De afstelling is wat anders. Die Citroën is wat meer comfort. Deze voelt wat dynamischer aan. Is ook qua prestaties wat dynamischer. Ligt ook aan minder gewicht. Die Citroën die is wat meer volwassen in de zin. Hij is groter. Hij schurkt tegen het C-segment aan. Hij is zelfs een beetje C-segment. En dat voor dezelfde prijs nagenoeg. Dat maakt de Citroën denk ik meer waar voor zijn geld. Staat nog een keertje bij dat Citroën ook een leuker en aparter oogt. En dat alles bij elkaar opgeteld laat mijn balans overslaan naar de Citroën. Wat dat definitief wordt, dat lees je in het blad. Want ik moet nog een heleboel metingen doen en berekeningen doen. En ja, er kan soms ineens van alles gebeuren. Maar ik gok voorzichtig op die Citroën. Maar lees vooral in het blad wat de uiteindelijke uitslag wordt.